mensen, en fijn dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe vlog. Nu ben ik naar mijn favoriete vlogger aan het kijken, Gio. Want ik kijk hier graag, Gio. En de lieve katten zijn er ook weer. Hey moe! Hey Wief! Dag Rief! En dag Molletje! Voilà, en dan gaan we nu eens wandelen subiet, want kijk eens hoe prachtig weer het buiten is. Ideaal weer voor buiten te gaan eigenlijk, dus laten we dat subiet maar doen. Dan gaan we nu eerst Gio afzetten. YouTube afsluiten. Hup. Ja, dat was weer werk van jou. Zo, dames en heren. Ja, nu een heerlijk tasje koffie drinken. Ik maak een banaan. Nee. Bedankt. Bedankt. Zet nou met de mama daar nou mee op, hè? Nee. En trouwens, banaantje is gezond, hè? Ja, bananen zijn gezond, hè, Jan? Als ik nog niet verteld heb, beste mensen, ja, we zijn al zo geweest, hè? Ja, klopt. En we hebben allemaal gedaan op de zoo. Hoe fuck die banaan vast? Ik zeg zo de. Ben je wij zo'n dierbroek? Zeg aan mij. Wat was dat? Ik fax zo sweet geloof. Fax, doen. Broek aan het vullen, dat kan niet. Fax geloof, ik heb het niet meer. Dus toen op jullie, het waren drie winkels net verleden, want er waren twee. En waar is dat in Antwerpen? Nee, hier, de Zaanstraat. Fax kan nooit met 100 euro. Misschien wel een broek van 60 of 70 euro, maar 200 euro. Dat is toch over de 50 euro in de ja, maar ik had u eventjes woord. Ja, wat heb je allemaal gedaan op de zoo vandaag? Vooral zo'n rondleiding, wat er allemaal gebeurt van de dieren. Wanneer dat de zo, hoe lang het allemaal bestaat, wie de oprichter was, hoe het de dag komt en zo. Ik heb wel gezien op je Snapchat, iets van VRT of zoiets, heb ik wel gezien. VRT was daar ook eens op termijn. Dat is van ons houden, hè. Dat moet ook niet binnen gaan. En vooral als je een interview doet. Waar je ook op beeld geweest hebt, of misschien op televisie? Nee, ik heb niet. Ik zei misschien, hè. Wat van die groene, op de wc, wat zei ik nu? Op een televisie komt. Normaal niet. Normaal niet, hè, maar. Ja. Maar in ieder geval. Je weg nodig. Dat is nog redelijk betaalbaar. Maar ga je weer even dat is met hem mee in de kringwinkel of de kop. Waar? Van je maalte. Jerry Webber en zo. Een ferm ding, hè, voor 6 euro. Dan een broek. Kan niet. Jerry Webber, ja. Dat is dure winkel. In een kringwinkel. Jerry Webber. Dat is een dure winkel, hè. Dat is een heel dure winkel, man. Jerry Webber. In een kringwinkel, dat weet ik. Ja, nee, dat niet, maar jij zegt toch Jerry Webber? Wat hebben we allemaal de kostuums van Jerry Webber? En wie weet of wie dat dan? Jerry Fapper. Dat is een grapje, en je ook een broek aan van Zara? Ja, maar Zara is niet duur, hè, bro. Dan kan je legit online kopen. Die kost een broek van Zara, ja. 20 euro of zo, 12 euro. Weet ja? Het, maar ik bestel nooit via Zara en die Shine of Shein of hoe dat noemt. Mama. Shine, dat moet je bestellen. Ja, dat is een broek van Zara, ja? Die? Ik bestel bij. Bij wat bestelde jij van? Savora. Eerst was toch Temu? Ja, Temu ook, maar nu is Savora. Jawel, Savora. Ja. Dan gaan we een pakketje unboxen, hè? Maar dat komt dan misschien aan, ik denk. Ja, misschien kunnen we vanmorgen unboxen dat pakketje. Ja, dat zie je van meer merken en zo. Dus Sarah, ik heb er ook veel van. Ja, zo, maar ik heb nu al twee broeken die ik wil laten maken. Ja, is goed. Ik heb ook nog deze blauwe, dan heb ik het al vijf. Ik heb pas altijd dat het daar komt, hè? Ja. Ja, vijf. Toen was dat die Sarah erop zoen, laten we afkomen. Dus jij weet naar waar ik wil wonen? Ja, maar je weet het, hè? Aan de zee. In Blankenbergen wil ik wonen. Ja, dan zullen we. Ja, ik weet het. Dan zullen we portemonnee laten gaan met een open doen, nee. Maar er staan veel appartementjes leeg, hè?
En ik denk elke dag de zee? Zee zie ik elke dag zien? Ik denk dat het plezant is om te zien. Je kunt op het terrasje, je ziet mensen rondlopen. Heel juist. Dat is ook heel goed. En dat is wel heel goed. Je gaat een koffie drinken. Je hebt gedaan, dus je gaat terug naar boven. Je gaat een boken eten. Ja, ik denk dat het toch wel... We zijn ook geen groot magneten. De zee, dat wil ik nog dat wil ik nog willen wonen. Ja, we hebben ook zo'n blok zo weg was tegen zitten. Dat je daar kunt begeleid wonen. Begeleid wonen? Ik wil alleen maar iemand, mama. Ja. Die dat mijn rekening doet. Maar voor de rest niks. Voor de rest niks? Nee. En brieven waar ik niks van af weet. Hé, mama? Dat gaat niet. Dus ik wil gewoon dan... Ja, maar zo begrijpt gewoon, dat is niet iemand die je constant bij zit, hè? Dat is wel waar, man. Dat is wel waar. Dat is wel waar. Dus altijd in mijn best leven, altijd. Ja. Ja, altijd. Op zijn kamer. Die had hem geslapen natuurlijk niet, maar... Dat is altijd met iemand die op de roos, dat zal ik nou niet zeggen. Ja, is het, die zit dan naast Steven, bro. Maar echt vlak naast. Dus Steven, ja. Maar voor eerst is dat niks, ja, maar is wel heel groep. Niks voor jou, hè? Nee. Ik kom nu al niet onder de mensen. Steven is ook nog niet meer heel de groep. Ja, wel, mama. Dat zijn altijd met heel, altijd heel de groepen. Altijd met heel de groep. En jij met heel de groep, hè? Ja, dat is waar. Dus... Ja, ik zeg, maar ik Steven mijn volgende. Ah, wij kunnen Steven toch beter als jij, mama, denk ik dan. Hé, als goed, dan ken jij Steven al wel niet. Langer, veel langer. Ja, jij zou wel beter weten, mama, dan jij. Hè. Ja, dat is ook mottige mens, maar elk schijn met de groep hebben, ze zijn ze die dan nooit niet op. Mottige mens, mama. Ja, mama, wat zeg jij mij allemaal? Hé, je ziet altijd een foto van Steven en Gellert en dit, maar de groep staat er nooit niet op. Ja, Steven heb ik in niet alles niet gezien. Ja, grote, ja. De grote. De hele grote. Ja, dat is mijn vriend. Dat is mijn maat. Zit je ook alleen of... Die wordt begeleid. Ah, er is altijd iemand bij dan, zo te zeggen. Ja. Je persoon, maar er wordt zo dat je persoon met je gaat trekken. Je begeleider. Oké, ik weet... Maar je zegt, die is er altijd bij? Er is er meestal bij, hè? Meestal, maar... Denk ik. Dus daarom wil ik die dan niet meer, man, begeleid worden. Ik heb alleen maar iemand nodig die mijn papieren doet. Die dat moeilijk zijn. Ja, ik ben liever jij dus doen. Daarom, dat is echt. Alleen papieren. Wat ik niks vanaf weet. De andere is dan uit. Eerst kan koken, man. Kan koken, hè? Ik kan daar. Ja, ja. Maar met geld omgaan? Maar wat wil ik zeggen? Ik kan toch wel een beetje zo naar plan trekken, denk ik, hè? Ja. En dan om de zee wonen. Oh, je mocht elke keer komen. Hè. Ja, de zee. Wanneer dat je goesting hebt. Ja. Dan zullen we toch eens met een afwet pakket van inkomen. Ja. Zeg, en voor die artsen willen komen, mag je dan patates houden en zo? Ja. Ik weet dat je aan de zee gaat in een appartement. Ik weet niet aan het appartement zit, hè. Meneer is van 1200 euro. Zo. Het was de zee, ik weet wat het is te duren. Wil jij de prijzen zien, Jelle? Gaat niet. Waarom niet? Met je zin is de plaat, jongen. Wil jij eens opzoeken voor hem, maar gewoon niet de prijzen zeggen, hè? Denk je dat toch niet je koe hebt? Zeg dan maar de prijzen, louter. Maar je kunt ook gewoon een vakantiehuisje huren, hè? Nee, ik wil echt anders, ja. Zeezicht. Oh ja, dat kost veel. Ja, als ik zei, weet je, dan moet je dat zoeken, hè? Google. Geef hier de gsm. Google. En hoe noemt dat? Gewoon, hè? Appartement huren, zeezicht. Appartementen huurt Blankenbergen Zeezicht. Zoek maar eens op. Dat is niet goedkoop voor de huur, denk ik. Nee, dat is niet goedkoop, maar ik weet het ook niet. Dat is normaal, hè, mama. Dat is in de stad, ja. Dus nergens in de dijk, of ben je in het centrum? Maar dat is op de dijk is het duurste, eigenlijk. Ja, duurste van al. Op de dijk. Dus een dak gaat huren, hè. En dat en kopen. Ik denk dat het ook niet goedkoop is. We kunnen toch ook 50-50 doen? Ja, 50-50. Hier zelf doen. Ja. Maar dan zijn die veel, denk ik, hè? Wat dan? 50-50. Jawel. Maar we moeten een plan leren trekken, hè, mannen? Ja, maar ik kan wel goed trekken, hè, met een plan. Maar is dat niet voor nu, hè, Lucien? Oh, voor later. Ja, hè? Ja, voor later. Maar ik wil wel dat mama het nog meegemokt, hè. Dus, ja. En dan komen. Ja, maar ik kom altijd dingen tegen van booking.com en zo. Ik kom nooit niet tegen van echte huren.
Dat is altijd voor drie, precies. Als ze dan dat zijn. Voor vakantie. Waar moeten ze in met billenkantoor zijn? Ja. Met billenkantoor en dan de dure banken bij. Ja. Appartementen. Doe dat dan. Zo, dames en heren. Nu zijn we eventjes aan het kijken naar appartementen met zeezicht. Er zijn er maar twee te huur. En dan komt dat als een schoen aan. Van 990 euro. Mag ik zien aan de binnenkant? Kun jij die beelden niet editen voor mij? Want ik kan dat op mijn YouTube-kanaal zetten. Nee, dat gaat niet, want dat is mama tegen je dan. Weet je wat? Nu komen de beelden van het appartement. Met een soep aarde. Op mijn kanaal. Nu komen ze. Hoe heet die twee dan? En de prijs? En dingen. De prijs komt niet in beeld. Ja, dat is waar. Ja, dat kun jij het op. Met je brief. Er zijn maar twee, joh. Ja, ze heeft geen nut uit. Zeg eens. Er zijn maar twee, joh. Twee. Deze twee en dat is. Ja, dus. Ik moet het een andere maken. Ik moet toch geen. Mag ik doen? Ja, doe maar weg. Ja. Je vindt dat niet mee. Dus een appartement in Blankenbergen zou ik zeker wel willen huren. Maar het liefst veel mama ten onder gaan. Ten onder gaan, ik ga mama ten onder gaan. Mama, ik wil ook dat je dat wel graag net meegemokt hebt. Dus ik kan best zo vroeg. Niet te laat doen en ook niet te vroeg doen. Best. Was je stil dan niet aan handen? Zou toch leuk zijn, hè? Leuk. Elke dag. Elke dag als zeezicht en zo. Zo, dames en heren, nu zijn we terug thuis en dan ga ik de vlog hier maar bij laten. Ik wil natuurlijk ervan genoten hebben van deze vlog. Dan zeg ik wat ik altijd zeg, en dat is tot morgen om 6 uur, beste toppers. En morgen gaan we ook naar de bloemenmarkt in Herentals. Ja, ik ga er ook naartoe. Dus het kan zijn dat ik daar morgen wat ga filmen. Als mama weet niet, ga ze hagen. Ja? En morgen gaan we naar de baan, ja? Doei, daar ben ik allemaal. Oké. Ja, wij gaan gewoon weer fit vandaag. Is goed. Dan zeg ik heel graag tot morgen om 6 uur, beste toppers. Dag!